fietsen gevallen? Jo. Ja. Hoor maar soms de straat. Nou, rij maar. Wij volgen wel. Op weg naar een melding van een gevallen fietser is toch wat anders dan een gevallen vliegtuig, laten we eerlijk zijn. Maar de persoonlijke inzet van de individuele politiemensen is er niet minder om. Net zo min als de noodzaak om tijdens de hulpverlening en vooral ook tijdens de rit ernaartoe de zaken niet erger te maken dan ze al zijn en het dus veilig te houden. Onze motorrijder is als eerste ter plaatse. Op de grond ligt de fietser. Het lijkt erop dat de fietser een epileptisch insult heeft. Dan kunnen ze misschien best de rest erbij houden. Samen met de inmiddels gearriveerde ambulancebemanning zal bekeken worden wat er aan de hand kan zijn en wat er gedaan moet worden. Ja, hij viel echt van de fiets af toen ik langs reed. Ik ben gestopt. Hij heeft het nou op, denk ik, 5 minuten, 10. Jeroen, pak even een deken als je wil. Ja, die wordt al gehaald, maar je hebt erin... Ik heb even vragen, moeten wij nog blijven? Ja, je heel even collega komt zo bij je. Omstanders hebben goed gereageerd. Ze hebben onmiddellijk 112 gebeld en zijn bij het slachtoffer gebleven. De fietser had nogal heftig geluid op zijn mp3-speler aanstaan. Muziek word je ook niet bepaald rustiger van. Inmiddels worden de stuiptrekkingen minder en lijkt het slachtoffer alweer wat te gaan reageren. Kun je hierin kijken, kontzak aan jouw kant, Ivo. Ja, daar, hij wijst naar zijn kontzak. Kijk eens aan. Hij reageert wel weer. Ja. Hey, ben je bekend met epilepsie? 1, 2, 3. Jo. Als het insult voorbij lijkt te zijn, wordt de fietser op de brancard gelegd en de ambulance ingeschoven. Voor de omstanders is het daarmee afgelopen. Maar wij vroegen ons toch af hoe het nou verder gegaan was met de man. Ik ben die dag ben ik niet naar het ziekenhuis gebracht. Ik ben hierheen gebracht. Omdat mijn kamer is mijn vertrouwste omgeving. En medicijnen nemen. Rustig op bed gaan liggen en gaan slapen. Om gewoon even goed tot, je lichaam tot rust te laten komen. Het was dus epilepsie. Er is geconstateerd bij mij dat ik epilepsie heb. Maar ze noemen het nu pseudo-epilepsie, omdat het niet helemaal op epilepsie lijkt. Er zit ook een psychose bij. En dan herbeleef ik een trauma van 10 jaar geleden, omdat ik mishandeld ben tijdens de vechtpartij. En dat herbeleef ik in een aanval. En dan is alles van me afgesloten. En dan schijn ik te slaan en te schoppen, omdat ik iets herbeleef. Hoeveel last heb je nou van deze aandoening? Epilepsie is meer een handicap. Je kan niet doen als een mens die helemaal gezond is. Stress is een factor waardoor ik een aanval kan krijgen. Dus toen ik gevonden werd, was het gewoon een te drukke dag voor me. Had ik eigenlijk voor moeten zijn. Maar ik ga niet als een kastplantje achter het raam zitten en naar buiten kijken. Ik wil ook deelnemen aan het verkeer. Ja, en in dat verkeer kiep je dan dus van je fiets. Wat moeten wij als omstanders nou doen als we dat zien gebeuren? Afstand nemen. En dat staat ook op een kaartje. Ik heb een kaartje bij me. En er staat op, mij laten liggen, neem afstand en politie bellen. Echt afstand nemen, want je kan mensen verwonden. En als ik bij ben gekomen en ik hoor dat ik iemand geslagen of geschopt heb, ja, dan word ik heel boos op mezelf. Maar ja, er wordt niet altijd in de kontzak gekeken door agenten of bijstanders. Dus we zijn nu aan het zoeken voor iets anders, een hangetje om mijn nek, zo'n leeg plaatje. Om dat zichtbaar te laten maken en dan gewoon boven mijn shirt of trui te dragen. En, zodat ze zien van, hey, hij heeft iets om, er staat iets op. We moeten dat of dat doen. Dus je komt vaker, zoals ze dat noemen, in aanraking met de politie? Ja, ik heb veel te doen met de politie. Ja, ze helpen me veel. En, ja, ik had ook al gedacht van politieagenten, die zijn alleen maar goed voor een boeven te vangen en om bonnen uit te schrijven. En nu ik dit heb en de politie op een hele andere manier in aanraking kom, dan krijg je ook een stuk begrip. Ze zijn ook om je te helpen. En dat zien een hoop mensen niet. Waarom wilde je je verhaal eigenlijk aan ons vertellen? Zo maak ik mensen meer ook bewust. De automobilisten of deelnemers van het verkeer. Van dat iemand plotseling onwel kan worden. En als een bestuurder ook bewust is naar de fietsers te kijken of naar de wandelaars. Gewoon het hele plaatje in het verkeer. Dan zou het dan een stuk veiliger zijn voor mensen die een handicap hebben. Ja, niet iedereen is gezond. Niemand is perfect. En je wilde ook graag jezelf terugzien, hè? Maar waarom eigenlijk? Ik heb nog nooit een aanval van mij gezien. Ik hoor altijd verhalen van, ja, zo ziet het eruit, zo ziet het eruit. En dat doe je en dat doe je. En nu ben ik benieuwd naar de beelden. Want ze zijn behoorlijk confronterend. En dat komt ook omdat je jezelf ziet lijden.
Dus ja, dat is iets pittigs.